Ja, wij in LSG bij Twente voor 10 gemeenten. 8 gemeenten in Twente en 2 gemeenten in de Achterhoek. En dat zijn de gemeenten Berkelland en Bronckhorst. En is dat voor de gemeenten goedkoper? Ja, zoals ik vanavond heb laten zien, kan je zien dat het echt tussen de 10 en 15% gaat schelen als het gaat over samenwerking, als het gaat over de uitvoeringskosten. De uitvoering. Dus dan kunnen ze met minder ambtenaren toe? Of ze met minder ambtenaren kunnen, of ze kunnen andere keuzes maken. Dus de raad kan met het tekort, of met in ieder geval met de inkomsten die ze daarmee genereren, kunnen ze andere keuzes maken. Nou ja. Want die inkomsten gaan gewoon weer terug naar de gemeente. Dus als jullie de belasting innen, ja, dan levert dat meer op, moet ik zo zeggen. Ja, één, kijken naar kwaliteit. Dus wij zorgen erg voor dat 100% inderdaad wordt opgelegd. Dat ook zoveel mogelijk mensen ook alles gaan innen. Nou, en dat zie je ook, we zitten ook met een oninbaar percentage van max 0,5%. Dus op zich de betalingsmoraal in Twente is best goed. Dat is één. En twee, doordat wij de invoeringskosten of de uitvoeringskosten allemaal gezamenlijk doen, betalen gemeenten veel minder aan uitvoeringskosten dan dat ze in het verleden deden. Juist. En welke gemeenten hier in de omgeving heeft u allemaal? De gemeente Almelo, gemeente Twenterand, Borne, Hengelo, Oldenzaal, Enschede, Haaksbergen. Bijna allemaal dus? Bijna allemaal. Klopt. Ja. Alleen in de Noordoosthoek zijn nog een aantal gemeenten die nog niet zijn aangesloten. Ja.